on est bien là pour faire notre métier, on est des professionnels. Donc pour la suite des choses, Laurent Dufault va vous évoquer d'autres souhaits de l'équipe qu'il a commenté. Alors, quant à moi, je peux aussi annoncer qu'on était tous très choqués des propos tenus par la presse depuis plusieurs jours, tous ces amalgames qui ont été dits. Je crois qu'on est des êtres humains, on est traités comme des assassins, on a été blessés dans notre âme. Je crois qu'on est tous mariés, pères d'enfants. Nos familles ont été aussi très blessées par tout ce qu'ils lisent en ce moment. Et c'est vrai qu'on passe des nuits mouvementées. Déjà que le Tour de France est une épreuve très exigeante sur le plan de vue nerveux. Donc on essaie de garder toute notre calme, de rester concentré sur l'épreuve. Et je crois qu'encore une fois, l'équipe Fessina veut démontrer que même dans les moments difficiles, on est une équipe, on va se tenir les coudes. Et c'est sur le terrain qu'on aura la meilleure réponse. Et en ce moment, cette politique, vous êtes en train d'assassiner le vélo. Mais pour ma part en tout cas, on ne répondra plus aux questions de ceci, de cela, pourquoi il a été ceci, pourquoi il a été... Comment ça se fait? Donc maintenant, on répondra aux questions de vélo, aux questions de course. Pourquoi aujourd'hui tu as pris une cassure? Pourquoi aujourd'hui tu avais mal aux jambes? Pourquoi aujourd'hui tu t'es fait lâcher? Donc on répondra, on se contentera que des questions comme ça. Et on sera ouvert à parler comme ça. Et vive le Tour de France et vive le vélo. Parce que le Tour de France, il faut qu'il démarre aujourd'hui. Voilà, merci à vous. Dat Virenque in Lausanne maandelijks een zogeheten anti-infectiekuur ondergaat, vergeet hij makkelijkheidshalve te vermelden. Est-ce que selon vous, on peut vivre encore un déroulement normal de ce tour? Bien sûr que oui, je suis persuadé que, à la suite des faits qui ont été reprochés à la direction de l'équipe Festina, les sanctions qui ont été prises sur le plan sportif et l'action qui est menée sur le plan pénal doit donner satisfaction à tous ceux qui pensent qu'il fallait que quelque chose se produise. Quelque chose s'est produit. Les organisateurs du tour ont toujours dit, on l'a dit vendredi dernier, c'est-à-dire il y a 6 jours, on le dit encore aujourd'hui, qu'il n'est pas question d'exclure les coureurs de l'équipe Festina du Tour de France au motif que les coureurs ne sont répréhensibles de rien du tout. Ils n'ont pas subi de contrôle antidopage positif. On n'a pas trouvé, que je sache, des produits incriminés dans leur valise, dans leur chambre. Bref, les coureurs peuvent continuer la course. C'est ce que nous souhaitons. En revanche, il n'en est pas de même pour la direction de l'équipe Festina qui a la responsabilité du comportement de l'ensemble. Voorlopig worden dus alleen Rijkaard en Roussel geofferd. Als de stank in dit milieu van zwijgplicht en hypocrisie ondraaglijk wordt, volstaat het verwijderen van een paar al dan niet vermeende drollen. Dat de stal ooit helemaal uitgemest raakt, is een utopie. En of de publieke opinie zich nu werkelijk stoort aan het excessieve dopinggebruik, is ook maar zeer de vraag. Monsieur, vous portez toujours encore une casquette Festina, avec fierté? Surtout aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il pleut. De Festina-renners toonden zich dus vanochtend bijzonder strijdlustig. En in tegenstelling tot wat velen dachten, zijn Virenque, Dufault, Brochard en de andere Festina's gewoon gestart. En dat zal ook blijven gebeuren, want de grote baas van Festina, de Spanjaard Miguel Rodriguez, heeft vanavond telefonisch laten weten dat hij er helemaal niet aan denkt om zijn ploeg uit deze tour terug te trekken. Eerst werd er in aankomstplaats Châteauroux een persconferentie aangekondigd waarop Rodriguez zijn standpunt kenbaar zou maken. Maar uiteindelijk bleef hij in Barcelona en van daaruit maakte hij het volgende bekend. Ma decisión la he été prise y con ça yo le comuniqué a monsieur Leblanc. C'est pas question que nous retirons l'équipe del Tour de France. Les coureurs ils sont rien à se reprocher. Il passe le contrôle antidoping tous les jours et on ne doit pas sacrifier, je crois qu'on ne doit pas oublier les coureurs. Et dans toute cette affaire, on est en train d'oublier les coureurs. Richard Virenque, Pascal Hervé, Brochard, c'est des hommes qui ont donné beaucoup de joie au cyclisme mondial et au cyclisme français en particulier. Un duidelijk standpunt van de grote baas. Onze vrouw in de Tour, Els Jaksis, kan zich niet enkel meer op haar vrouwentoeren concentreren, dat is duidelijk. Vandaar dat ze vanochtend ook nog de tijd nam om aan enkele ervaren Belgische toerrenners te vragen hoe zij als buitenstaander deze Festina-affaire beleven. Wilfried Peters, Peter Pfarrazijn of Peter van Petegem kennen de slagen van de toerzweep maar al te best. Maar dit blijkt toch nog wat anders te zijn. Ik kan een keer iemand beschouwen als ik die bewezen heb.
Als je geen bewijs hebt, dat is moeilijk om in de, dat is makkelijk te spreken in de krant of voor de televisie. Die en die en die pakt en die pakt. Maar als je geen bewijs hebt, dan dat is altijd gemakkelijk. Het is opvallend wel dat niemand er echt durft over praten. Er wordt veel gezegd, maar niemand durft echt beschuldigingen te uiten. Alhoewel dat iedereen weet dat het gebeurt. Ja, iedereen weet dat het gebeurt. Dus, ik zei, als je geen bewijs hebt, wat moet je dan aan iemand gaan beschuldigen? Ik vind het heel erg dat wij allemaal over dezelfde kam worden geschoren. En, wij moeten ons bewijzen dat wij echt negatief daar tegen mogen zijn. En, we zullen dat doen ook. En ik vind dat wij als mensen ook als sportmensen iets moeten ondernemen daartegen. Wat kunnen jullie dan doen? Ja, dat zal nog besproken worden. En, ik vind dat wij een protest moeten doen. Dat wij ons gewoon moeten bewijzen. Ik kijk eerst naar mijn eigen en zorg dat je zelf niet tegen de lamp loopt. Dus Festina is. Een hele goede ploeg. Ze hebben genoeg personeel en zij zullen wel oud en slim genoeg zijn om te oordelen wat er moet komen en wat ze moeten doen. Je vindt dus ook niet dat Festina uit de toer moet gezet worden? Zolang dat ze niet schuldig bevonden zijn. Als morgen een onderzoeksrecht of vanavond een persconferentie heeft en dat er bewezen is dat hij een opdracht van de ploeg en van de renners en van de dokter en van de ploegleider dit gedaan heeft, dan moet er een maatregel genomen worden. Maar zolang dit niet bewezen is, zijn ze onschuldig. Laatste vraag. Jij ontsnapt vandaag samen met de renner van Festina. Hij wint. Denk je dan? Nee, hij wint, de renner van Festina. Ja, dan word ik tweede. Dus misschien is het mogelijk dat het positief is, maar nee, zo denk ik niet. Als ik voorop ben met Festina, dan rijd ik mijn eigen koers en probeer ik die koers te winnen. Kan de Tour dit overleven, denk je? Ik denk dat wel. In andere sporten is het ook al gebeurd. Dat is ook overleefd. Enkele jaren terug met Ben Johnson was het ook een hele zaak en de atletiek is ook overleefd. Ja, en in eigen land komen de tongen ook stilaan los. Dr. Chris Goossens, de vroegere arts van de Belgische Wielrijdersbond, hoopt dat er nu eindelijk iets aan het dopingprobleem wordt gedaan. Goossens werd in het verleden door de wielerbond op de vingers getikt omdat hij maar al te zeer waarschuwde voor het dopinggebruik in de wielersport. Hij zegt onder meer dat het vaststellen van het gebruik van EPO zonder al te veel moeilijkheden kan gebeuren. En de fout moet ook niet alleen bij de renners, sportdirecteurs of dokters gezocht worden, maar ook en vooral bij de Internationale Wielerunie, de UCI. Ik pleit ervoor dat er in de toekomst opnieuw een antidopingscommissie zou komen, maar één dan die toch meer armslag heeft dan degene die er geweest is. Eén die kan een achtergrond hebben en een ruggensteun vanuit de overheid, die kan optreden als het moet. En dat is in het verleden veel te weinig gebeurd. En dan mag je zeggen van ja, er is momenteel niks meer aan te doen omdat het zo ver geëscaleerd is. Er is nog altijd iets aan te doen. De zuivere wielersport kan terugkomen, maar het moet aan het begin gebeuren, aan de basis bij de jeugd. Sinds UCI-voorzitter Verbruggen begin de jaren 90 de waarde van de renners in punten uitdrukte, werd het dopingprobleem er niet kleiner op. De druk is veel te groot geweest in de voorbije jaren. Het probleem is begonnen met het invoeren van FICP-punten. Dat hebt u gemerkt? Dat heb ik gemerkt. Ik heb nog de uitspraak gehoord in de tijd van 30.000 frank voor één FICP-punt om een renner kunnen aan te trekken in zijn contract. Dan begin je te denken van ja, wat ben je mee bezig? Met de hematocrietwaarde van de renners kan ook makkelijk geknoeid worden. Die is makkelijk te ontwijken. Algemeen is al geweten, ik zou niet weten hoe, maar ik hoor ook verhalen, ik lees ook in de kranten. Ik lees tegenwoordig meer in de kranten dan ik in wetenschappelijke tijdschriften lees. Dat er inderdaad middelen bestaan om het hematocrietgehalte binnen een paar minuten naar beneden te krijgen. Dus zo moeilijk zal het niet zijn. Als je het naar omhoog krijgt, kan je het ook naar beneden krijgen. Renners klissen op dopinggebruik moet volgens Goossens niet zo moeilijk zijn. Iedere renner die momenteel in het profpeloton zit, is vroeger ook gecontroleerd geweest op zijn hematocriet. Door zijn bloednames bij zijn arts, waar hij door begeleid werd. Ja. Ga gewoon die bloedaanvragen ophalen en controleer welk hematocriet ze toen hadden in hun competitieperiode. Als ze daar met 2,43 zaten, is het onwaarschijnlijk dat ze nu in een Tour zouden rijden met 49. Ja, en het gebruik van doping is blijkbaar niet meer weg te denken uit de topsport. Eens om de zoveel jaar duikt er ook in de wielersport wel een nieuw schandaal op. Stefan Lammes die kroop in de archiefruimte op zoek naar vroegere dopinggevallen.
en vol stof teruggekeerd, vertelde hij ons dat er voor het eerst in 1966 sprake was van een doortastende dopingcontrole. De eerste grootschalige dopingcontrole in de Tour vond plaats in 1966. In Bordeaux vallen dokters de hotels binnen van alle ploegen. Urinestalen worden meegenomen. Raymond Poulidor is de eerste die aan een dopingtest onderworpen wordt. Het hele peloton voelt zich in zijn eer gekrenkt. Na 5 kilometer stappen alle renners uit protest van de fiets en weigeren nog verder te rijden. In 1967 raakten de renners overtuigd van het nut van dopingcontroles na de tragische dood van de Brit Tom Simpson tijdens de beklimming van de Mont Ventoux. Een combinatie van extreme inspanning, alcohol en amfetamines worden als doodsoorzaak opgegeven. Now the trucks don't work, they just make you worse, but I know I'll see your face again. Het grootste dopingschandaal in de toergeschiedenis komt in 1978 op naam van Jawel, een Belg. Michel Pollentier heeft zuivere urine bij zich in een peer en gaat voortaan als Peerke Pollentier door het leven. De fraude van Pollentier wordt extra in de verf gezet omdat hij net leider geworden was na zijn overwinning in Alpe d'Huez. Pollentier mag dan wel de belangrijkste gedopeerde zijn van de jaren 70. Een jaar eerder liepen ook de Portugees Joaquim Agostinho en de Nederlander Joop Zoetemelk tegen de dopinglamp. Beiden worden gedisqualificeerd na een positieve reactie op de dopingcontrole. Zoetemelk volhardt zelfs in de boosheid, want in 1979 levert hij opnieuw een positief plasje af. Joop Zoetemelk hier in het geel. In 1988 is het de Spanjaard Pedro Delgado die voor beroering zorgt. In het lichaam van Delgado wordt het verboden product probenicide aangetroffen. Vous savez quel produit vous avez pris? Est-ce qu'on vous l'a dit? Bon, pas encore. Je sais manque un papier que pour demander les contre-analyses seulement. Delgado wordt vrijgesproken omdat probenicide wel op de verboden lijst staat van het Internationaal Olympisch Comité, maar niet op die van de Internationale Wielerunie. En dan duurt het tot 97, vorig jaar dus, vooraleer er nog eens een renner betrapt wordt. De Oezbeek Abdujaparov uit het Lotto-team mag een kruis maken over de Tour en over zijn carrière. Door de UCI wordt hij 1 jaar geschorst, maar omdat hij geen sponsor meer vindt, zet Abdu in maart 98 een punt achter zijn carrière. Maar de zwartste pagina uit de dopinggeschiedenis van de Tour wordt momenteel geschreven door Festina. They just make you worse, but I know I'll see your face again. Now the trucks don't work, they just make you worse, but I know I'll see your face again. En tot zover de affaire Festina. De ronde zelf dan, want die is er natuurlijk ook nog met vandaag de 5e etappe. En die gaat van Cholet naar Châteauroux over een afstand van 228,5 kilometer. Onderweg moest het peloton geen enkele helling over die meetelt voor het bergklassement. Dat moet een zeldzaamheid zijn. Het is niet makkelijk om je enkel op de koers te concentreren deze dagen. Frank van Laken doet het toch. Dit is de samenvatting. Eergisteren was er de landing in Bretagne, gisteren de langste dag, gevolgd door de langste nacht voor de Festina-leiding en vandaag de op 2 na langste rit. Maar de Tour, die is bezoedeld. Wat er op de fiets gebeurt is minder interessant dan wat er naast de weg aan de hand is. Jammer voor Stuart O'Grady, de tweede Australier ooit in de gele trui. Hij geniet veel minder publiciteit dan deze heren. 1 opgever te melden vandaag, de Spanjaard Francisco Garcia Rodriguez. Na 34,5 kilometer de eerste tussenspurt. Jan Sforada in de groene trui verstevigt zijn leidersplaats in het puntenklassement. Hij klopt Hinkepie en Zabel. George Hinkepie komt wel op 7 seconden van leider O'Grady. Kilometer 80, we zitten in Loudun en het is Wilfried Peters die voor het peloton gaat uitrijden. Zo vermijdt hij dat iemand anders dan Sforada de 6 punten pakt in de tweede tussenspurt. Achter hem finishen Moncassin en Zabel. Regenachtig begin, dus gaan er een paar onderuit. Eros Poli, de langste van het peloton met zijn 1,94 meter, is erbij betrokken. Ook een paar andere gans zien we daar. Dus is de gele trui in de buurt. En inderdaad, ook Stuart O'Grady is gevallen. De gele trui brengt geen geluk voor de ganrenners.
O'Grady kan wel verder rijden, in tegenstelling tot zijn onfortuinlijke ploegmaat Chris Boardman tijdens de tweede rit. Hij verandert wel van fiets. En even verderop laat hij zich verzorgen door de toerdokter. Het gaat om enkele onschuldige schaafwonden, maar u weet het. Een onschuldige schaafwond die niet verzorgd wordt, wordt een schuldige schaafwond. Drie leiders halfweg. De Italiaan Fabio Roscioli, de Fransman Thierry Gouvenou en de Nederlander Aard Vierhouten. Vierhouten was de man die de ontsnapping op gang bracht. Drie mindere goden, al won Roscioli in 1993 wel een toeretappe in Marseille. De drie leiders mogen tot 4 minuten uitlopen. Dan beginnen de gans achteraan te werken. Dirk de Wolf heeft een déjà vu gevoel. Ja, je kunt er zo een beetje een kopijtje van gisteren van nemen eigenlijk, hè, van de rit. Met deze verstand dat het iets frisser nog is. Misschien nog iets meer wind als gisteren. En de kans op regen is ook groter dan die van gisteren. Dus het kan nog misschien wel gevaarlijk worden hier de laatste 5-6 kilometer. Moedige poging van Vierhouten, Gouvenou en Roscioli, maar ze hebben nog een veel te lange weg te gaan. Roscioli zet alvast zijn leesbril op. Kan hij straks lezen wat de avondbladen schrijven over de zaak Festina? Johan Bruineel blijft vandaag netjes overeind. Hij rijdt in de buurt van Stewart O'Grady. Houden zo. De laatste tussenspurt op 42 kilometer van het einde is voor Fabio Roscioli, voor Vierhouten en Gouvenou. De voorsprong begint vervolgens serieus te dalen. Hier nog 2.30. En hier 1.25. Wanneer de man op de moto zonder krijt valt, volgt de onvermijdelijke hergroepering op 12 kilometer van de streep. Bijna weer iemand van Saico op de grond hier, maar ze gaan in verticale positie de laatste rechte lijn in, net als Mark van Lombeek en Dirk de Wolf. Tom Steels daar ingesloten, waar is hij zijn weg aan het zoeken? We zijn hem kwijt gewoon. We zijn hem kwijt op 400 meter van de aankomst nu. Kijk, daar is Forada ook met de elleboog. En opletten, want er komen nogal wat golven heen en weer. Kijk maar eens met Zabel die daar in het midden met Forada aan het wiel. En opletten voor een valpartij. Hoe is dat mogelijk dat ze daar overeind gebleven zijn? Nee, ik denk maar dat er één of twee renners liggen. Maar ja, toch. Steels is weggeslagen. Ja. Ook daardoor vooraan McEwen komt. Links Zabel met Cipollini in het midden. Cipollini gaat hier winnen, denk ik. Cipollini, ja. Jawel, Cipollini. Die haalt het. Eerst de valpartij nog eens bekijken. Hinkepie krijgt een kwak. Blijlevens, Kirsipou en Martinello vallen. Steels kan zich net uit de voeten maken. Zijn ploegmaat Jans Forada als 12e over de streep en Jaan Kirsipou op de grond worden later gedisqualificeerd wegens onregelmatig spurten en naar de laatste plaatsen verwezen. Silvio Martinello heeft veel pijn. Achteraf zal blijken dat hij een bekkenbreuk heeft opgelopen. Hij zal niet meer starten morgen. Een laatste rechte lijn van 1600 meter, dat is iets voor een machtsmens als Erik Zabel. Hij ligt lang op kop. Maar dan heeft ook hij geen verhaal tegen de terugkeer van Mario Cipollini. Super Mario vliegt weer zoals in zijn beste dagen en dan krijgt iedereen letterlijk het nakijken. Hij heeft er dit jaar 5 ritten op moeten wachten. Vorig jaar was het al op de eerste dag bingo. Mario Cipollini behaalt zijn 7e ritzege sinds zijn eerste toerdeelname in 1992. Voor de verandering verandert er nauwelijks wat bovenaan de rangschikking. Stewart O'Grady blijft overeind als gele truidrager. De 7e winst dus al voor Mario Cipollini. Zabel blijft nog altijd zonder ritwinst. Hij werd makkelijk gepasseerd door Cipollini. Christophe Mongin mengde zich ook in de massasprint en werd 3e. Dan zien we Ferrigato, Gaumont, McEwen, Hinkepie, Guidi, Moncassin en Alessio Bongioni. Geen enkele Belg dus bij de eerste 10. Ze eindigden wel allemaal zonder tijdverlies in het peloton. Zoekt u zelf maar uit wie uw favoriete landgenoot is. Voor de Leeuwenkoning of Super Mario, als u dat verkiest, is het dus de 7e ritzege uit zijn toercarrière. En daar valt wel wat over te vertellen bij Michel Wuits. Cipollini is intrinsiek waarschijnlijk wel de snelste, zeker op zo'n mooie rechte
aankomsten. Ook een heel veilig. Godfrot. Il m'a dit, c'est finalement le plus grand de tous les sprinteurs qui a gagné son étape. Je dis seulement merci beaucoup à Walter. Je suis très content qu'une personne qui connaît les équipes de conseil reconnaît quelque chose de spécial pour moi. Je ne pense pas d'être comme ça. J'espère d'être seulement un bon sprinteur. J'ai fait mon travail dans le cyclisme. J'espère que maintenant la moins chance c'est fini. Dire comme ça pour Walter, il a beaucoup de champions dans son équipe, c'est un grand résultat pour moi aussi, un grand respect que nous avons entre toutes les personnes qui travaillent dans ce monde. C'est ta 7e victoire dans le Tour de France. 7 victoires aussi pour Gimondi. Il n'y a qu'un qui en a encore plus. Pour moi, c'est la 8e victoire. Pourquoi je vais compter aussi la contre-la-montre par l'équipe. Quand j'avais pris la maillot jaune pour la première fois, que pour moi, c'est quelque chose de très, très particulier. Je pense que marcher par 84 km à plus de 50 de moyenne, c'est quelque chose de spécial. Et pour moi, ce sont, oui, les victoires. Mais ce n'est pas très important les choses comme ça. L'important, c'est avoir une bonne condition maintenant. Je vais chercher de gagner et je pense que j'avais eu la possibilité de gagner des autres étapes dans la première part. Maintenant, on va penser à le futur, à le prochain. Zabel is heel sterk. En als je ziet, zijn evolutie is altijd, hij gaat nooit kapot. En hij wordt niet sterker, geloof ik. Hij blijft wie hij is. En de anderen worden vermoeid. Waarom gaat het nu iets moeilijker dan vorig jaar? Ja, waarschijnlijk door de afwezigheid van Lombardi. De ene dag is de andere niet en je bent ontdaan. Ja, de ene dag is de andere dag niet. Als je slechte benen hebt en je wordt geklopt, dan heb je daar vrede mee. Maar nu had ik hele goede benen, ik zat in een hele goede positie. En dan, in één keer word ik zo van mijn fiets afgereden. Ja, dat is gewoon, dat kan natuurlijk niet. Wat gebeurde dan precies? Ja, ik zat 5-6e positie en in één keer komt Kirstenpoel van links. En ja, voordat ik weet, hij rijdt tegen me aan, voordat ik het weet, lig ik op de grond. Je ligt er vaak bij en doet dwaze manoeuvres. Er zijn jongens die dus hier er niet bij horen of hun zenuwen niet onder bedwang kunnen houden. Nou, dat weet ik niet, maar ik denk dat de jury maar eens een daad moet stellen en zulke renners aan moeten pakken. En niet wat er vorig jaar is gebeurd. Als er niks gebeurt, renners disqualificeren. Tom, Kirsipoe? Ja, Kirsipoe heeft vandaag een ding gedaan dat je gewoon niet doet. Hè. Dus hij is gewoon, hij kwam van links, hij houdt gewoon de deur dicht. Hij pleit 2-3 renners en dan gaat hem om verder. Oké, zulke dingen horen niet in de sprint. Hè. Je kan je schouder wel eens zetten, maar je kan niet heel het boel dichtgooien. En achteraf doen wat er niks gebeurd is. Hè. Is het frustrerend als je op 300 meter van de streep los weer geen kans meer hebt? Hè? Ja, dat is frustrerend natuurlijk. Maar aan de andere kant ben je gelukkig dat je er nu bij ligt natuurlijk. Hè. Ik heb ze zien vallen, ik heb blij levens de meter in de lucht zien gaan. Daarachter Martinello nog een keer. Tegen zulke snelheden mag je geluk hebben dat er niks erger gebeurt. Hè. Terecht. Ja. En dit keer blijft de gele trui bij dezelfde eigenaar als gisteren, met name de Australiër Stuart O'Grady. O'Grady moet wel 4 seconden inleveren van zijn voorsprong. Hij heeft er nog 7 over op George Hinkepie. Voor de rest geen verschuivingen, tenzij dan de plaats- en tijdswinst van Erik Zabel. De Duitse kampioen is nu 9e en telt nog 47 seconden achterstand. De eerste 6 Belgen in de stand horen in deze Tour nog bij de beste 100. Vooral Wilfried Peters boekt winst dankzij bonificaties onderweg. Van plaats 110 naar plaats 87 gaat hij. De anderen behouden hun post. Dat betekent dat Johan Bruineel voorlopig onze laagst geclasseerde renner is op de 156e plaats. Er zijn nog 183 renners in koers. Erik Zabel heeft nog geen ritzegen behaald, maar heeft nu wel de groene trui veroverd. En het zou ons niet verbazen dat dat definitief zou zijn. Sforada en Mokassin zijn zijn dichtste belagers. En Pascal Hervé trekt zich niks aan van de affaire. Hij rijdt allicht nog een tijdje in de bootjes rond.
Vrouwen in de Tour, we hoeven het zeker niet meer te herhalen, het blijft een uitzondering. Behalve dan onze Els Jaksus en die ene verzorgster van de Amerikaanse US Postal ploeg, de enige vrouwelijke soigneur in deze Tour. Vrouwen onder elkaar in vrouwentoeren. Soigneur zijn in de Tour is niet makkelijk. Een soigneur is een vertrouwensman voor een renner, een man die de renner door en door kent. Een man, alhoewel, niet bij US Postal. Daar is Emma O'Reilly, de enige vrouwelijke soigneur van dienst in de Tour. Certainly morning we just do breakfast right before the riders and then we pack the cars for the race and whatever other food needs to be prepared, do that and then bring the suitcases down. And then because I go to the hotel, just directly to the hotel and check into the next hotel. And get the suitcase up to the room and stuff and do any shopping and prepare the race food, prepare the bottles. So you never see the race? No. When you do hotels, no. You don't mind? No. Not at all. Lomme Driessen zei ooit, de enige plaats voor een vrouw is aan de stoof om soep te koken voor een renner. Wat vindt Emma van die uitspraak? Lovely chap. Sounds like a 90s kind of guy. But you don't get angry when you hear that? No, because everybody's entitled to their own opinion. I'd be as narrow-minded as he is. If I get annoyed at it, do you know what I mean? It's not his fault. He thinks like that. Het is zijn fout niet, maar hoe zou ze reageren als een renner niet door een vrouwelijke soigneur wil gemasseerd worden? I'd say, well, then you better go to one of the lads and I'll take one who does. You know. You wouldn't mind? No, because in some ways, like they're all, if that's what they feel, if they weren't comfortable with getting a massage from me, they shouldn't have to. Because like the thing is, the massage is their time rather than my time. So if they weren't comfortable with it, I probably wouldn't be very happy with them saying it. But I'd have respect. Kijken de renners soms niet raar op als ze door een vrouwelijke soigneur moeten verzorgen? Ik denk eerder dan de vrouwen van de renners raar op kijken als ze gemasseerd worden door een vrouwelijke soigneur. Ja, dat wel. Heb je al reacties gehad? Ik zelf niet, maar ik heb dat wel gehoord, ja. Ja. Dus dat er bepaalde vrouwen van wielrenners daar moeite mee hebben, ja. It's so long on the road, it does get hard at times. You know, and I think women too have a more of a nesting instinct. Because now I see all my friends are all getting married and having children and stuff like that. And sometimes I'm like, that's what I should be doing. Then I'm like, oh no, relax there, Emma. They're not getting any night's sleep. At least you get sleep, you know. So maybe that's what it is, what stops it. Phil Anderson werd ooit verliefd op zijn soigneur. Ook Emma weet dat zoiets mogelijk is. Toch denkt ze dat dat bij haar niet snel zal gebeuren. No, it's amazing when you look after someone you don't. You're making them boozy like this. Would it be like? I think it would be difficult. Maybe if it happened now, I think I'd change teams or get a different job because it would be too difficult, I think. Yeah, I've always said I'll stop when I'm 30. So another couple of years. If I do, stick it out for another couple of years. Verzorgster Emma. Tijd om wat gul te zijn. Dit is de winnende ploeg van Megabike. Eindelijk scoort Mario Cipollini de volle pot. Ook Zabel, Mongin, Ferrigato, Hinkepie, Moncassin, Minali en gele trui Stuart O'Grady brengen punten op. In totaal 204. Kirsipou, Blijlevens, Forrada en Steels leverden niks op. Maar dat was niet nodig voor mevrouw Kathleen van Hee uit de Frezenbergstraat nummer 1 in Zonnebeke. Proficiat mevrouw van Hee, ik hoop dat deze gitanefiets van Wolvenberg op uw maat gesneden is. De andere winnaars, onder wie die van een canvas wielertrui, zien hun naam in de organiserende kranten staan. En die schenken ook een cheque van een half miljoen frank aan het einde van deze tour. Morgen trekt het peloton weer verder zuidwaarts, richting Pyreneeën, waar dinsdag, volgende week dinsdag, de eerste confrontatie tussen de klassementsrijders zal plaatsvinden. Dit is het parcours van de zesde etappe. Het gaat van La Châtre naar Brive-la-Gaillarde. 204,5 kilometer verbinden beide steden. Onderweg moeten de renners over drie hellingen van vierde en eentje van derde categorie. Els Jaksus scoorde gisteren met haar prognose. Vandaag is het de beurt aan Cipollini. Ja, we zitten in goed gezelschap. Het gaat over de etappe van morgen die naar Brive-la-Gaillarde. Ruim 200 kilometer, lastige kilometers met 7, 8 heuveltjes, derde, vierde categorie. Mario Cipollini, jouw tiercé. Je pense que demain c'est la première vraie étape qui a quelques difficultés. Je pense que quelques petits montées, elle va lever dans la guerre les sprinters.
on veut avoir qui c'est le coureur qui a vraiment en bonne condition pour gagner ce tour. Donc le premier? Le premier, je pense, c'est pas le premier, c'est pas le deuxième, c'est pas le troisième. J'espère que moi je suis tellement fort de passer la montée pour regagner demain. Voilà. En laat het dus aan u overkijken. U mag het voor een keer zelf invullen. Un saluto. Je voudrais faire un salut à mon ami Roger De Vlaam. J'espère qu'il va regarder l'étape de Tour de France. Gehoord, hè, Roger. Tot morgen. Een erg vriendelijke meneer, die Super Mario. Hopelijk heeft Roger De Vlaming dus gekeken. En wat kan u morgen, waar en wanneer bekijken? Het rechtstreeks verslag begint om 14:30. En het Tourjournaal is morgen te bekijken om 9:50. Allemaal op Canvas natuurlijk. Vierde massasprint vandaag. En na Steels, Forada en Blijlevens was het vandaag de beurt aan Mario Cipollini. Winst dus voor de grote Toscaan, maar toch ook een beetje voor de renners van Festina. Want zij vechten tot het uiterste om in deze Tour te blijven. Samen is het Tourpeloton sterk. Goedenavond. They've always been our biggest competition. Sister Gabriel. Sister Gabriel has left us. We pray for her safe return. Don't you ever say. I didn't warn you. Morgen ziet Sister Gabriel meer dan ze mag zien. In de tweede aflevering van Body and Soul. De wortels van het kloosterleven in Egypte, Israël en Griekenland. In de tweede aflevering van Kloosters trekken we naar Egypte. In een oude oase aan de Sahara liggen vier kloosters. Ze spelen een sleutelrol in het voortbestaan van de Koptische Orthodoxe Kerk. Haar toekomstige leiders worden in deze kloosters gevormd. Op zoek naar de oorsprong van vier Koptische kloosters. Morgenavond.